Goedenavond, dames en heren. Oh, dat klinkt zeker luid genoeg met voldoende echo. Omdat zo'n klein beetje beter verstaanbaar wordt. Overal hier in dit magazijn. Ik heet jullie van harte welkom voor deze ploegvoorstelling van een nieuwe Team Turken Euromaat Cycling Team. Hartelijk welkom ook aan de mensen van de pers. Hartelijk welkom aan de sponsors. Hartelijk welkom ook aan alle sympathisanten en kennissen die ook afgezakt zijn hier. Naar de locatie bij Kleur op Maat. En waar natuurlijk een heel gemeente dank al aan Kleur op Maat zelf, van Tom Peters en zijn vrouwtje Anja, dat we hier te gast mogen zijn vanavond. Het is een nieuw project, iets heel nieuws, een eerste echt Belgische dames cyclocross team. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is iets heel bijzonders, dames en heren natuurlijk. En twee heren die mee aan de wieg hebben gestaan van dit project, zal ik dan ook heel graag aan u voor, toch een applausje voor de ploegmanager Ivan Gevers en ploegleider Jeff Drijbond. Ja, heren, je komt dus even bij mijn poort. Ik sta daar, Ivan. Het is makkelijk als je aan deze kant kan staan. Ah, voilà. Deze twee heren, dames en heren, zijn gebokt en gemazeld in de wielrennerij, zullen we kunnen zeggen. Misschien dat ik even dat weet. En dan mag ik hem eerst zelf vertellen wat zij met het wielrennen zo wat te doen hebben. We beginnen met de ploegmanager, weet je, noblesse oblige. En Ivan, wat is jouw achtergrond in de wielrennerij? Ja, ik ben zelf ex-renner. Ik heb tientallen jaren in de koers eigenlijk. Uit een echt wielernest gekomen. En dan heb ik een aantal jaren ploegleider geweest bij een juniorenploeg, ook bij een belofteploeg een jaartje. En dan zag ik ook dat het een en ander wat misliep eigenlijk in de meest traditionele clubs. En dan had ik toch zoiets van, dat kan ik misschien toch wel beter. En zodoende. Zeker ook naar meisjes toe, naar vensters toe. Daar komen ze meteen op terug. Daar komen ze meteen op terug. Ivan, jij? Dat is zo goed, Jeff. De verwarring is zo groot. Jeff, wat ben jij in de wielrennerij? Waar kom jij vandaan? Wat is jouw achtergrond? Ik ben op mijn 15 jaar begonnen met wielrennen. Ik heb gewielrennen tot mijn 27 jaar bij de amateurstart. Daarna ben ik niet gestopt met fietsen natuurlijk. Ben ik mijn eigen meer gaan toeleggen op training. Ben ik trainer B geworden bij de Vlaamse Wielerschool. Ben dan ook van start gegaan bij de Vlaamse Wielerschool in Herentals, waar ik training geef aan verschillende leeftijdscategorieën. Ik geef dan ook training aan vooral cyclocrossers momenteel bij de school waar ik werk, in Herentals, op de Veste. Daar train ik de Tinzaks, de nieuwelingen. Daar ben ik van daar straks dus nog mee gaan trainen. 70 kilometer met de fiets gereden, wat weer fantastisch leuk was met dit mooie weer. Je straalt er nog van. Ivan, je wou er zelf al een beetje over beginnen, want je wil natuurlijk heel graag vertellen over dit nieuwe project. Ja. Hoe zijn jullie bij dit project gekomen dan? Nou, wel, zoals ik daarnet al zei, bij de meeste traditionele wielerclubs, daar zijn nogal eens fans dus bij aangesloten, maar die zijn er eigenlijk het vijfde wiel aan de wagen. En ik zag dat hier en daar bij de clubboers. Ik had dan goede contacten met iemand van sportvoeding op Unlimited Power. En die liet zo wel een ballonnetje op van ik zou wel eigenlijk reclame willen maken via de wielersport. En dan gaf ik eigenlijk de aanzet van willen we niet iets doen met dames. En ik had dan één dame bij Sportgesteund opgemerkt, Lene Vrijsen, en met haar ben ik dan eigenlijk begonnen, met één renster. Even later kwamen er dan nog twee bij, Katrien Thijs en Karen Commissaris. En ja, na verloop van tijd dan wil je toch de grenzen verleggen en dan hebben we er nog eigenlijk nog drie extra bij aangeschreven eigenlijk, of gevraagd. Enerzijds kwalitatief proberen we te verbeteren, maar ook hoe meer mensen dat rijden, hoe meer ook reclame voor de sponsoring. Maar Up, die viel dan eigenlijk halverwege weg, dus ze zeggen die wil niet meegroeien met ons, wat zijn idee was. En daarmee ben ik ook zo goed gegaan naar andere sponsoring en ben ik bijvoorbeeld hier terecht gekomen. En bij de andere firma's in Geweldig. En
Jeff, hoe ben jij eigenlijk er in verzeild geraakt in datzelfde project dat Iwan in zijn gedachten had? Ik heb heel lang samen met Iwan dezelfde school lesgegeven. We kenden elkaar zeer goed. We wisten dat van elkaar dat we redelijk op één lijn staan wat over wielrennen gaat. Dat qua trainingen en zo, dat we daar allemaal goed op één lijn zitten. En zo hebben we elkaar meer en meer leren kennen. En dan is eigenlijk de vraag van Iwan, ja, ik wil dat allemaal wel doen, maar alleen is maar alleen. En zo ben ik hier dan bijgekomen om samen steun te geven aan het vrouwenwielrennen. Dat is inderdaad wel heel fijn. Ik kan me voorstellen dat het in gang schieten met zo'n team niet zo evident is altijd. Er zijn wat moeilijkheden die jullie gaan doen bij het opstarten. Wat uitdagingen noemen we dat dan natuurlijk? Eigenlijk, het heel in het begin was het eigenlijk... ik had dus Lene Vrijzen gevraagd en Lene kwam nieuw in de sport, dus dat was voor haar een gemakkelijke stap om te zetten. Maar dan eigenlijk de volgende dames overtuigen, dat was niet zo simpel. Want de mannelijke wielrenners die verkassen nogal gemakkelijk, maar de rensters die zijn nogal, hoe moet ik zeggen? Honkvastertje. Ja, honkvast, inderdaad. Dus die hebben nogal schrik om te veranderen. Dus daar had ik wel wat overtuigingskracht voor nodig. Maar nu zitten we dus met 6 mensen en ik krijg nog bijna wekelijks aanvragen, dus ik denk wel dat we goed bezig zijn. Klopt dat je de kwaliteit die jullie in je team hebben, is dat een bijzondere kwaliteit? Ik denk dat wel, als je ziet de resultaten van de dames, dat die toch echt wel bij de subtop van de wielrensters hier in België en Europa toch wel erbij mogen horen. Ja, als je ziet de uitslagen van de laatste weken, dat ze toch op een Koppenbergcross 11e en 13e kunnen eindigen. Dan mag je wel zeggen dat je bij de subtop hoort, op zulke zware parcours. Subtop zeg je, iemand denk ik spontaan, toekomstgericht. Is dat dan op weg naar de top of waar ligt die toekomstvisie eigenlijk? Nu, dat is een beetje bekijken. Hè. Dat hangt met verschillende dingen samen. Enerzijds financieel moeten we dat allemaal kunnen bekostigen. We hebben gelukkig met kleur op maat wel iemand gevonden die met ons meeleeft. Dat is ook al heel veel. Dat heb je allemaal gezien als je hier binnenkwam, die muurfoto in die zaak, dat doe je niet zomaar als je niet echt verbondenheid voelt. Het moet voor een deel van de rensters komen, we proberen ze zo goed mogelijk te steunen erin. En ik denk als we deze rensters al beter kunnen maken, dan komen we toch al een stuk in de goede richting. En misschien komt er nog wel eens een talent bij, want er rijdt wel talent rond nog. Daar ben ik nog van overtuigd. Dat is dan een beetje de toekomstbeeld, misschien ook op iets langere termijn. Hè? Nu, in het nabije verschiet zijn nog wel een aantal belangrijke wedstrijden. Waar focussen jullie op in de nabije toekomst? Ik hoop, dat is eigenlijk een stille hoop, dat wij op het Belgisch kampioenschap een derde plaats moeten eigenlijk met een beetje meeval wel kunnen. Voor KNV Herstraten moet dat kunnen. Katrien Thijs zou, of hoort zo wat bij de top 5, top 6. Dus dat zou ook mooi zijn. We hebben trouwens steeds 2 rensters in de wereldbekers. Dus op het moment mogen we al niet klagen, maar ja, het kan altijd nog beter natuurlijk. Wanneer is dit een project voor jou geslaagd? Wanneer wij die meisjes op een fantastische manier hun sport kunnen laten doen, zodat zij eigenlijk in fantastische condities eigenlijk op een heel goede manier hun sport kunnen bedrijven en ook daardoor heel goede uitslagen kunnen halen. Ik denk dat eigenlijk vooral ons doel is om zo goed mogelijk die meisjes te begeleiden, zo weinig mogelijk zorgen te brengen dat zij gewoon zich moeten kunnen concentreren op de wedstrijden die ze rijden, op de trainingen die ze moeten doen. Dankjewel. We zullen zo meteen ontdekken hoe de meisjes dat zelf ervaren, maar intussen natuurlijk al een fijn applaus voor de ploegmanager Iwan Gevers en de ploegleider Jeff Drijbels. Het gaat hier om een team van dames, en dat zijn dan 2 heren, dus zij behoren niet echt tot het rijdende deel van het team. We zijn er 6 anderen voor, en daarom zou ik graag zo meteen aan u willen voorstellen, ze komen allemaal van achteraan in het pak zijn aangelopen. Uw applaus voor de rensters van het Kleuropmaat Cycling Team. Anke van Rompuy, Lene Vrijzen, Gertie Willems, Karel Commissaris, Katrien Thijs en Karel Verheerstraten. Dag dames, jullie mogen even daar plaatsen. Ik ga even op het podium roepen zo meteen.
Ja, als je helemaal achteraan staat en je kan de rest nog niet goed zien staan, maak je je zorgen. Ze komen zo meteen ook even bij mij op het podium staan en toen een goede aanblik. Want we gaan natuurlijk de dames ook individueel een beetje aan u voorstellen. Uiteraard. En we beginnen met de Benjamin van de ploeg. De jongste dus. Een klein aanbiedingsapplausje voor Anke van Roombaai. Zo, dames en heren, dit is Anke, ze is nog net iets kleiner dan ik, beducht. Zo, 14 jaar Anke, nog erg jong. Maar hoe ambitieus ben je al? Wat wil je dit jaar winnen? Of wat wil je dit jaar bereiken als zo? Dit jaar wil ik eigenlijk wel veel leren van mijn teamgenoten. En je wil leren van je teamgenoten, dat is heel goed, hè? Maar wat moet je daarbij voorstellen? Hoe werkt dat dan? Hoe kan je leren van je teamgenoten? Heel praktisch. Hè? Wat heb je voor het al geleerd? Als ik naar mijn klassen soms ga kijken, hoe dat zij zelf rijden. Hoe rijden ze dan? Wat valt je dan meestal op? Kijk je naar de houding op de fiets? Of hoe ze tactisch rijden? Of wat houdt je het meeste bezig? Het is niet zo makkelijk als zo'n interview ineens. Ik begrijp het best. Nu, want eigenlijk, je bent natuurlijk niet vanuit de media. Je bent al lang met wielrennen bezig. In je familie is wel wat wielrennen aanwezig. Hè? Hoe zit dat zo met je familie en het wielrennen? Hij heeft vroeger ook in de koersen gereden. En daarna ook al bij ons en daarna naar de krossen. Ja, maar de krossen, waarom kies je dan voor veld rijden? Je kan ook op de weg rijden. Wat vind je dan zo leuk aan veld rijden? Dat kan zich wel worden. Het is allemaal net iets minder hard dan op de weg. Wel, ik denk dat Anke dat eerste eventje heel goed gedaan heeft, dames en heren. Applaus voor Anke! Brengt ons bij een tweede dame van het team. Een applaus voor Lene Vrijsen. Lene, ook jij zit uiteraard in als een zeer gewaardeerde binnen dit cycling team. Maar eigenlijk, van oorsprong was je niet met wielrennen bezig, maar iets helemaal anders aan het doen. Wat eigenlijk? Vechten. Je was aan het vechten? Oei. Kan je daar iets meer over vertellen? Ik heb 12 jaar karate gedaan, internationaal, door blessure ben ik gestoppen. Ik mocht alleen nog maar fietsen en zwemmen en zo ben ik dus op de fiets terechtgekomen. Is het dan meevallen dat je daar volop mee bezig bent? Nog niet helemaal overtuigd blijkbaar. Maar je doet het ook voor een stuk ook graag. Wat is het zwaarste voor jou? Ja, ik heb toch al veel pech gehad om telkens terug te komen uit blessure. Dat is toch wel zwaar. Ja, ik heb net gehoord dat jij ook weer blessure hebt gehad. Wat was er gaande? Met mountainbiken en het lippen aangeschoten en in mijn tandwiel. Ja, de kuit is enigszins beschadigd. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, maar je weet zelf wel een beetje wat er aan kan doen, want als doel ben je ergotherapeut, heb ik begrepen. Hoe ben je daarin verzeild geraakt, anders weet je iets anders uitstaan? Ik was aan het twijfelen of wel kinesist of wel ergotherapeut, maar in die tijd was kinesist nog een beroep waar dat ze eigenlijk te veel van hadden. En ergotherapeut was toen eigenlijk een geldige beroep en daarom heb ik toen voor ergotherapeut. En dat is goed te combineren met trainen enzovoort? Als je het goed in plan dan is dat wel goed te doen. Je bent nu terugkeren van de blessure. Wat zijn nou de toekomstplannen nu binnenkort? Is het eerst helemaal terug fit geraken of heb je nog andere plannen, of iets meer ambities? Ik hoop toch de tweede helft van het seizoen terug te kunnen crossen. Maar mijn ambitie zal wel zwaar inperken, want mijn conditie is niet echt goed op het moment. Dus eerst op het gemak terug beginnen trainen en dan zoveel mogelijk ervaring doen. Is dat eigenlijk de doelstelling waarom je bij dit team bent gekomen? Omwille van de ervaring die je daar kan opdoen, het feit dat je daar kan leren? Ja, en ook gewoon dat ik pas vorig jaar ben begonnen eigenlijk. Dus om een ploeg te vinden is dan niet simpel. Dus daarom is het ook fijn dat de ploegleiding vertrouwen heeft in en dat je die kans krijgt. Want in het vrouwendeel gaan om tegenwoordig aan de ploeg te geraken is niet zo simpel.
Dan zijn we heel blij dat je het verslag doet om bij dit team te komen. Uw applaus, dames en heren, voor Lene Vrijs. De derde van het team dan, dames en heren, Gertie Willems. Gertie, ja, jij bent toch al wel min of meer een begrip, zouden we kunnen zeggen, in het dameswielrennen. Hoe ben je eigenlijk heel aan het begin met plan met fietsen? Hoe is dat eigenlijk verlopen? Op je 17 is dat pas gestart? Hoe is dat gekomen? Ik ging altijd mee naar de wedstrijd kijken, omdat mijn vader fietste en mijn broer fietste. En op een keer dacht ik van, ja, ik kan dat misschien ook. En ben ik zo stil beginnen fietsen. En dat lukte redelijk. Redelijk, als je je lijstje bekijkt, noem eens een paar van die uitschieters in je carrière die je tot nu toe al behaald hebt. Wat ik zelf het mooiste vond was wereldkampioen worden bij de Masters. In de wereldbekers heb ik ook meegedaan, maar daar kwam ik net iets te kort. Dat was altijd top 30 maar. En ja, dat geeft niet echt voldoening. Maar bij de Masters kon ik dan de wereldkampioenschap winnen en dat was goed. Dus we hebben zwaar een wereldkampioen in het team, dames en heren. Nu, je bent er al een tijdje tussenuit geweest. Wat is daar de reden voor? Ik heb een heel goede reden, hoor. Ik heb een dochter gekocht. Gekocht nog wel? Dat is fijn. Dat er winkels voor bestonden, wist ik niet. Dan ben je nu teruggestart. Valt een beetje mee om terug te starten? Ik had het makkelijker verwacht. Ik ben er 2 jaar tussenuit geweest. Allee, het trainen ging wel vlot, dus ik dacht die wedstrijden zullen ook wel meevallen, maar dat valt echt een beetje tegen. De ene week gaat het heel goed, maar dan moet ik een paar weken van achterna huppelen, dus het gaat wel met ups en downs. Zolang de weg maar stiltjes aan omhoog gaat, is dat wel niet erg natuurlijk. Hè. En als we toch omhoog kijken, wat zijn dan nog jouw ambities in jouw, ja, laten we zeggen, tweede carrière? Ik zou graag op het Belgisch kampioenschap top 10 rijden. Dat is het doel, we zullen zien of dat lukt. Dat is een heel duidelijke ambitie en we hopen met je mee. Dankjewel, Gertie Willems. Nog een vierde lid van het team, want we zijn met z'n zessen natuurlijk. Het vierde is Karel Commissaris. Applausje, dames en heren. Karen, 19 jaar deze keer. Erg jong nog dus. En hoe ben jij eigenlijk in het veldrijden terechtgekomen? Twee broers waren eerst begonnen en in het begin ging ik altijd mee en dan, ja, na 2 jaar dacht ik ook. Ik kan dat ook zo. Ja, zoiets. En is dat een beetje meegenomen tot hiertoe? Ja, ik vind het beginjaar wel wat moeilijk, omdat ja, als eerste jaar sneeuw ging, dan wil ik beginnen. Ja, het niveau lag toen wel hoog, dus dat was moeilijk, maar ja, valt wel mee. Wat is eigenlijk jouw sterkste kwaliteit? Ik denk zo zwaar bij de lopen, zwaar stoepmodder. Echt zware koersen, zo wat je echt niet kan uitleggen. Ja, ja, je hebt toch ook al een heel prettig resultaat gehaald, hè? In 2012. Hè? Derde op het Belgisch kampioenschap veldrijden. Ik bedoel, daar zit wel muziek in. Ja, dat was toen wel een beetje tegen verwachting in, maar ja, dat was ook een zware cross met veel modder. Ja, dat was echt best ervaring. Ja. Je studeert ook. Wat studeer je? Kine. En hoe loopt de combinatie een beetje met het sporten? Ja, het gebied is een beetje serieus te rekenen hier. Het is wel moeilijk om de tijd er wel in te plannen met de trainingen en zo. Maar doe mijn best. Het lukt wel. Natuurlijk de ambities. Hè? Wat zijn dan jouw ambities dit jaar? Ja, we weten, dit weer heb je graag. Laat het maar regelen, laat het maar drassen, veel modder. Hè? Maar wat zijn eigenlijk jouw ambities dan dit jaar? Ja, gewoon nog sterker worden en zoveel mogelijk bijleren. Liefst ook nog een podium in een kleine wedstrijd. Heb je ook een einddoel op een iets langere termijn? Want dit jaar vooral bijleren, maar je leert uiteraard iets te bereiken. Hè? Wat wil je nog bereiken dan? Ja, ik weet het nog niet direct. Ja, ik zal wel zien hoe het gaat. Een beetje afwachten. We wachten samen met je af. Dames en heren, Karen Commissaris. Nummer 5 van de 6. Een applaus voor Katrien Thijs. Katrien, ook jij zit in het maatschappelijk team natuurlijk, maar ook de fiets was niet jouw eerste liefde. Nee, absoluut niet. Ik kom uit de properste sporten, maar ineens in de valse sport gestapt. Ik kwam uit het zwemmen. Ze heeft altijd gezwommen, ze altijd wel proper uiteraard. En dat ging ook behoorlijk goed, denk ik. Redelijk, ja. Geen uitschieters eigenlijk, gewoon constant. Waarom ben je dan in het zwemmen gestopt?
Ik had een schouderblessure en ik deed ondertussen ook nog sportkot. En ja, die schouderblessure zorgde ervoor dat ik eigenlijk tijdens mijn studies ook problemen had om mijn sporten af te werken. En dan ja, ben ik nog overgestapt naar de fiets. En waarom dan? Want dat is toch ja, een andere keuze natuurlijk. Waarom dan bij het veldrijden terechtgekomen? Zoals ik al een paar keer heb gehoord hier, broer die crost en dan uiteindelijk toch maar mee gaan kijken. En extern waren mensen die dat zeiden, ja, maar je moet dat toch kunnen, want je bent toch sportief. En dan met een kopstop laten maken. Kopstop laten maken en dan sta je hier ineens bij Kleurmaats Cycling Team natuurlijk. Van hoe ben je leerkracht? Wat geef je als sportinkracht? Ja, absoluut. En is dat een voordeel om te combineren met het wielrennen of niet? Ben je goed uitgerust, zo zou ik het misschien vragen. Het is zeker een goede job om te combineren. Ik heb alleen dit jaar een beetje tegenslag met mijn lessenrooster. Dat ik twee heel zware dagen met voor het weekend heb. En op zaterdag wel een beetje met de mooie ben. Dus dat is wel beter. Ik begrijp het onderwijs nog niet altijd. Nee, ik ken het gevoel. Nu, je hebt dan wel heel goede resultaten gereden ook. Hè? De Koppenberg, ging goed? Ja, het was verrassend dat het zo sterk ging. Ja. Ja, hoe kan je de wedstrijd even beschrijven? Hoe jij die ervaring hebt die wedstrijd toen? Normaal, de start is mijn sterkste punt, maar daar is de start niet zo bepalend en ik durfde ook niet helemaal goed mee te gaan, omdat anders de Koppenberg nu echt dood doet. En dan heb ik dus in de eerste modderstrook door Nicky Harris geparkeerd gezet en dan heb ik de rest de eerste 10, 15 zien vertrekken en er niet meer terug bij geraakt, jammer genoeg, maar uiteindelijk toch mijn eigen wedstrijd gereden en dat is toch goed afgelopen. Ja, zeer goed afgelopen zou ik zeggen, 13e plek. Een internationale koers toch wel, die Koppenberg. Dat maakt ruimte voor ambities, zou ik zeggen. Hoe bereiken die ambities dan dit jaar? Ik bekijk eigenlijk alles cross per cross. En we zien wel hoe dat het gevoel van de dag is. Hoe dat, ja, het parcours erbij ligt. En we maken er gewoon elke keer het beste van. Maar wat is het beste? Top 5, top 10, waar liggen Oren en jouw doelstellingen? Hangt er vanaf met hoeveel we dan aan de start staan natuurlijk. Maar meestal zijn de ambities om toch zoveel mogelijk bij de top 8 van de Belgen te worden. Om die wereldbekers toch te mogen rijden om UCI-punten te verzamelen. Dat klinkt inderdaad erg ambitieus. Dankjewel, Katrien Thijs. En dan komen we uiteraard bij het zesde lid dat het zestal vol moet maken. Een applaus voor Karen Verstappen. Karen, de vraag klassiek eigenlijk, die ik aan iedereen heb gesteld. Hoe ben jij in het cyclocross zelf geraakt? Zoals bij de meeste broer en papa die koers zijn dan meegegaan. Maar wat trok je dan in die sport aan? Oh, ja, direct eigenlijk competitie en ja. Maar heb je eerst het wegwielrennen gekozen voor je overgeschakeld bent? Waarom heb je dan toch eerst het wegwielrennen gedaan? Ja, bij mijn 12 heb ik op de weg gekoerst omdat ik dacht dat het beste lag, maar vorig jaar heb ik heel veel gecrossed en dat bleek dat ook wel heel goed ging en daarom heb ik deze jaar gekozen om vooral voor de cross te gaan. Wat is eigenlijk het belangrijkste verschil voor jezelf dat je werkt aan het wegdoen en het cyclocrossen? De cross is wel mee voor je eigen en op de weg heb je wel meer voor de plaats waar je elkaar moet helpen en samen rijden. Nu, als je in het wielrennenwereldje kijkt hier in België, de naam Karen Verstraeten zegt al wel iets in het dames in wielrennen, zou ik zo zeggen. Want je hebt ook al wat lopen op palmarès staan ook. Wat vind jij het belangrijkste wat je eigenlijk al gepresteerd hebt? Ja, het belangrijkste is het Belgisch kampioenschap bij de juniors en de woorden dat ik toen gewonnen had. Dat is nog altijd wel. Ja, dat zal wel. Als je dan nog kampioen bent geworden, dat is zeker de moeite. Nu dit jaar, hoe gaan de wedstrijden dit jaar voor jou? Het begin was heel goed, dan een paar keer geleden was het iets minder, maar sinds vrijdag ging het goed. Ja, dat is met op zijn dames dan. De positieve lijn is hopelijk ingezet en dan... Ja, je was trouwens 11 op de Koppenberg koers, zeer puike prestatie, heel sterk. Wat zijn dan jouw belangrijkste doelstellingen op dit jaar? Ik denk vooral in de grote klassen proberen top 10 te rijden, dan de wereldbekers rijden en proberen een kleinere klas te winnen. En het Belgisch kampioenschap? Ja, podium zou heel leuk zijn, maar wat dat haalbaar is, dat weet ik nu nog niet. Oeh, je mag een beetje zeker zijn in zelfvertrouwen hebben. Wat zou je tegenhouden om op het podium te staan? Tegenwoordig zijn er ook wel veel Belgische meisjes die nog zo hetzelfde niveau rijden. Dus... Ja, het is maar één cross waar ik echt goed moet zijn, dus ik kan heel veel gebeuren.
Dat is inderdaad logisch en heel nuchter, heel verstandig. En dames en heren, een applaus voor Karen Verhestra. Natuurlijk, dames en heren, kan zo'n cyclingteam, zo'n cyclocross-team niet bestaan zonder steun van een aantal welwillende sponsors. Daar moeten we even gevraagd om zo meteen de sponsors mee te doen. We gaan natuurlijk die sponsors ook even op het podium vragen om hem ook even in de bloemetjes te zetten, om hem even in de kijker te zetten, want zij hebben dat ook wel verdiend om de inspanningen van Ivan en Jeff uiteraard mogelijk te maken. Daarom eerst en vooral de sponsor De Luihoeve, zou ik Frank even voor aan mogen hebben. Van De Luihoeve, dames en heren. Waar is Frank? Ik ga geen vragen stellen. Ik ga geen vragen stellen, het is gewoon. Dames en heren, dit is Frank van De Luihoeve. En die krijgt wel een cadeau, zullen jullie het ook maken? Alsjeblieft. En misschien drie kussen erbovenop ook. Ja, Vasi, hier zie je, alsjeblieft. Met het dankje van het Cyclocross team. Alsjeblieft. En geef maar drie kussen bij, Vasi. Ja, voilà. Dankjewel Frank en hopelijk blijft het team op lijn steunen. Die we podium willen is van Electro Gewo, Gerry en Karin. Gerry en Karin, kom maar even vooraan. Dat is Gerry. Is Karin er niet bij? Karin, kom even bij op podium staan. Doe je ook even het geluk. Als jij dat niet erg vindt, tenminste. Oké, kom, nu mag je even naast een beetje blijven staan hoor. Electro Gewo, jullie hebben er ook voor gekozen om het Koromaatszakenteam te sponsoren. Waarom? En aan wie kan ik dat eens vragen? Wie heeft de beslissing genomen? Waarom hebben jullie ervoor gekozen om Koromaat, het zakenteam, te steunen? Ik heb het goed begonnen gedaan. Mijn voorstel deed zijn voor vanuit Iwan. Ik ben meegegaan met zijn voorstel. Het is gewoon het belangrijkste voor het wielrennen. Vooral het belangrijkste voor het wielrennen. En hoe zie jij het team zelf zitten? Wat is jouw gevoel bij het team eigenlijk op dit moment? Dat weet ik ook niet goed wat ik van was verwacht. Zoveel mogelijk podiums. Je bent ook heel brief, ik merk het. En ging jij meteen mee het verhaal was ook goed voor het steunen van een vrouwen cycling team? Ik kom ook uit een buurtfamilie. En zeker omdat de ene de persoon kennen. Was dat een extra motivatie om het op hand te doen. Fijn, en denk ik de andere meisjes naast Leden zullen het ook hard te appreciëren. Ook jullie krijgen uiteraard het presentje. Kom maar hier en geef ze er ook even in de bloemetjes. Kijk, echte bloemetjes. En ook een flesje wijn. En hoop dus samen met jullie op een heel erg geslaagd wielerseizoen natuurlijk. Dat Koromaat Cycling Team. Hartelijk dank! Hartelijk dank. Nog een vierde sponsor en nog een derde sponsor. Die we even in de bloemetjes van de kijker gaan zetten. Ik graag een applaus voor Stefan van No Drugs. Ja, Stefan. No Drugs, kom maar even bij. Natuurlijk, bij een aantal andere sponsors is het vrij duidelijk wat ze doen. No Drugs, die misschien een klein beetje uitleg. Wat is precies jullie core business? Wel, No Drugs is ons custom training merk. En wij zorgen voor de dames die rond fietsen. Jullie zorgen voor kledij voor het veldrijden, maar hebben jullie ook andere dingen in je assortiment zitten? Ja, wij leggen ons voornamelijk toe op de extremere markten, waar dat comfort belangrijk is, waar duurzaamheid belangrijk is. Dus kleding voor veldrijden, mountainbike, BMX, triathlon, dat soort dingen. En hoe ben jij dan hier bij dit team terechtgekomen? Eigenlijk is ze hebben ons gecontacteerd en wij vonden ons onmiddellijk aangetrokken tot hun lange termijn visie. Dus het is niet zomaar een team dat start met een ideetje, maar ze hebben echt een heel goede visie. Ze werken met dames, wat voor ons ook iets is, wij houden ervan, we doen dat ook met andere teams om heel gericht met een bepaalde groep samen te werken. Omdat je dan ook goede feedback krijgt op je producten, maar dat je mee aan de slag kan om vernieuwingen en verbeteringen toe te voegen. Dat klinkt inderdaad fantastisch. Ook jij krijgt een trakke presentje. Een cadeautje, voilà, zie, het is onderweg. Met de drie kussen, voilà, zie. Dames en heren, No Drugs!
En dan de vierde sponsor. De vierde sponsor, eigenlijk moet daar veel naar raden. Want u ziet hier meteen waar we hier rondlopen. U ruikt het misschien ook een klein beetje. We zitten hier natuurlijk bij Kleur op Maat zelf. Dus ik ook graag willen dat Tom en Anja van Kleur op Maat even naar voren komen. Eerst en vooral heel fijn dat het hier mocht doorgaan. En was het een eigen voorstel meteen om het hier te doen? Er was een probleem met de locatie, had ik begrepen, en heb ik direct voorgesteld om het hier te doen. Het is ook heel knap zo, midden in de juiste sfeer zou ik zeggen. Kleur op maat, kort even, wat doen jullie? Wij doen alles wat met interieurafwerking te maken heeft. En voor het exterieur van de dames zorgen jullie er ook met de sponsoring natuurlijk, hè, met de kledij en de reclame op. Hoe komen jullie eigenlijk erbij om de dames te gaan sponsoren? Vermits mijn club, zal ik maar zeggen, mijn voetbalclub Westerlo, wat niet zo goed deed, kwam er een budget vrij in het sponsorpakket. En vermits mijn zoon naar school gaat, waar Iwan en Dave die les geven, en die hebben ze een consult, zijn consult gemaakt, denk ik. Die is bij mij gekomen en heeft gezegd van, papa, dat moeten ze zeker doen. Mannen zijn hier geweest en ze hadden een heel goed verhaal bij. En ik heb daarin geloofd en we zijn ermee gestapt. Heb jij trouwens ook iets met het psychotrollen op boerderij? Nee, eigenlijk heel lang. Ik ga heel graag supporteren, maar ik heb weinig met de maken. Maar die gaat wel graag naar de wedstrijd tijd, dat kan vrij. Trouwens waar, heb ik zelf met een mountainbike in de bossen ging rijden om de wedstrijd te doen. Oké. Uiteraard krijgen jullie ook een presentje. Bloemetjes en een flesje wijn. En geef ze uiteraard ook een hartelijk applaus voor Maat en Anja. Zo dames en heren, dat is eigenlijk weer meer het einde van het officiële gedeelte uiteraard. Het is hier ook nog een hele avond een receptie. Laat het u smaken zou ik zeggen. En voor de persmensen is er vast nog wel de kans om met de meisjes wat te praten en toch een paar foto's te trekken. En dan gaat... Dat kan, hè? Ik heb zo'n twee kwasten.